in op weg naar de finale. Hard Water was dat op NPO Radio 2. Bart en Duncan Lawrence zijn op weg naar de finale. En hij is hier in de studio. Yeah. Duncan Lawrence! Goedemorgen, man. Goedemorgen. Hoe klaar ben jij ervoor om op dat podium te gaan staan? Klaar. Ik ben nu al naar de venue. Echt zo, hè? Ja, dat is echt zo, ja. Maar het is een spanningsboog die ook enorm wordt opgerekt en elastiek, wat op een gegeven moment wel klaar staat om te schieten. Ja, precies. En dan heb je allemaal van die mediamomenten, interviews en dingen. En dan denk je op een gegeven moment, ja, genoeg geluld. Gewoon eventjes daar naartoe en het doen. Nou, veel plezier, Duncan. Ja, leuk dat je er was. Nee, maar inderdaad, gewoon dat die dag er nu is. En dat je dan wakker wordt en denkt van... Oké, nu gaat het gebeuren. Ja, dat moment is wel heel erg fijn, eigenlijk. Ja, fijn. Oké, wat vertel je, denk je, oh mijn god, dat moet ook gebeuren. Nee, helemaal van, kom op nou. Ja, kom op, dat werkt. Let's do it. Laten we, want we hebben het net over dat aanspannen van die spanning boven, wat echt gewoon een hele tijd geleden voor het eerst gebeurd is. We hoorden je net al, die beste vriendin, die zei, dat liedje was 2 jaar geleden, begon het al verwekt te worden, zou ik maar zeggen. En we hebben een beetje proberen samen te vatten hoe de afgelopen maanden waren. Vind je dat leuk om te horen? Ja, dat vind ik leuk. Dat hebben we gedaan door een montage, dat is deze. Oké. Okay. Luister even. Yes. Die zouden dan toch voor ons naar het Songfestival gaan in mei in Tel Aviv. Ik heb nieuws. Ik begon toch om me een beetje druk te maken. Dat is natuurlijk al in mei. Maar ik heb een tip gekregen dat er een lied bekend is. Iets na 4:30 middag kwam het nieuws naar buiten. Duncan Lawrence gaat dit jaar ons land vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival in Tel Aviv. En iedereen zegt, geen idee wie het is. Ik zat in de auto en ik ben meteen ergens aan de kant van de weg gaan staan. Ik heb gegoogeld en toen kwam ik allemaal hele leuke foto's tegen. En ik heb meteen ook geluisterd. En toen dacht ik wel van, hey, deze jongen die kan wat. Die heeft echt een enorm mooie stem. Maar welk nummer gaat hij laten horen? Dat is waar iedereen achter probeert te komen. Het lied is misschien wel uitgelekt. Laat me het even helder zeggen, het is het nummer niet natuurlijk, hè. Er is verder gebeurd, er is een jongen op internet die heeft via Twitter een screenshot gedeeld van de GEMA. En de GEMA is... De Bruno Stemmer uit Duitsland. Ja, daar is een nummer geregistreerd en het nummer heet Closer to the Heart. Het nummer Arcade gevonden. Dat is een nummer dat eigenlijk als laatste is toegevoegd. Dus dat zou heel logisch zijn dat dat dan ook het nummer is waarmee ze naar het Songfestival gaan. En we hebben een primeur. Ik zei het net al, we kunnen straks voor het eerst het nummer dat Duncan in Tel Aviv zal zingen laten horen. We gaan zo kijken naar de clip van Arcade. Zo heet het nummer. Zelden was de ontvangst zo goed, zowel nationaal als internationaal, als nu met dit lied. Ontzettend goed in de uitvoering. Ook dat stukje dat helemaal stilvalt. Heel kwetsbaar. Hij laat zich heel kwetsbaar eigenlijk zien, ook volgens mij in die clip, althans de beelden. Dat kleine en dan toch wat opgebouwde naar iets groots. Het ademt kwaliteit uit, vind ik sowieso bij hem, met zijn stem. Ook dat hij die kopstem goed gebruikt. Ik ben echt super enthousiast. Het raakt echt in mijn hart en je blijft 3 minuten gewoon luisteren. Het is echt heel goed gelukt. Het heeft een soort mysterieuze sfeer die we kennen van de Coldplay. Look, Tingles, do you see that? Boom. Instant. This voice is of heaven. It's delicate. But clearly strong as well. Als je dit zo zingt op het Eurovisie Songfestival met deze kracht en deze passie, dan denk ik zomaar dat je zou zeker bij de eerste 3 terecht komt. Ja, even naar je ouders, want ik begreep van jullie dat jullie dat niet gezien hadden. Nee, ja, geweldig. Ja, ik kwam wel binnen. Had de start van je liedje Arcade nog beter kunnen zijn dan dat het is geweest de afgelopen week? Het is gewoon echt ongelooflijk wat er op dit moment gebeurt. Het blijft toch maar doorgaan, weet je wel. Het blijft toch niet ophouden. En het is soms dat je gewoon moet er nog aankomen. Bang, bang, won't stop till we're legend. De boekmakers, ja, ik haal ze er meteen maar eventjes bij. We stijgen, we staan op dit moment als derde. Duncan, die staat met zijn nummer Arcade op nummer 1 bij de boekmakers van het Eurovisie Songfestival. Gisteren stonden we nog op de 2e plek, maar we hebben Rusland verstoten van de 1e plaats. Arcade van Duncan Lawrence, misschien kennen we wel, is de topsong deze week. The Netherlands will perform in the second half of the second semi-final. En dat is goed, want het publiek mag pas gaan stemmen als alle liedjes geweest zijn. Dus als je dan in de tweede helft zit, dan ligt het nog vers in het geheugen. Het is een goed begin wat betreft de loting voor Duncan. Met Eurovision in Concert het Songfestivalseizoen onofficieel geopend. Het ging supergoed. Van tevoren shake ik een beetje van wel nerveus naar niet nerveus. Maar toen ik helemaal opging, toen dacht ik, oké, get in the zone, doe het.
Hij zegt ook, ik sport ervoor. Aan het sporten is hij om die stem goed te houden. En net op het podium ging het gisteravond echt... Nou ja, hij blaast je omver. Ik heb ook een verrassing voor je. Want inmiddels is goud geworden. Een gouden woord. Uitgezwaaid. Hij vliegt vandaag naar Tel Aviv voor het Eurovisie Songfestival dat volgende week wordt gehouden. Ik ben er helemaal klaar voor. Ik heb er heel veel zin in. Ik heb heel veel energie en ik ben klaar om 2 weken te knallen. Dus Tel Aviv, heel erg bedankt. Zo, wow. Even samenvatten. Jeetje, ja, dat is wel even confronterend. Ja, maar wel gaaf dat je wel hoort van man, er is echt veel gebeurd. Niet dat normaal, gevoel. Ja, het is echt niet normaal. Zoveel gebeurt al voordat het eigenlijk, ja, begon. Ja, eigenlijk wel, ja. Want ja. Bizar, ja. Ja. Hij komt echt even binnen. Ja, dat klopt. Ik zie het daar inderdaad. Ja. Ja. Ah, mooi man. Ik wil even dat je nagedacht over wat je hierna wil horen, want jouw favoriete plaatjes zijn ook welkom in dit radioprogramma. Dus, ik weet het al. Je weet het al? Ja. Nou, dan stoppen we deze. Wat gaan we draaien? Kun je iets van Joe Buck draaien? Tuurlijk. Welke wil je? Joe Buck. Ik pak hem er nu bij. We hebben gewoon Spotify openstaan, dus kan werkelijk alles draaien. The Way You Take Time. Ja, doe maar. Zullen we die doen? Ja, dat is lekker liedje, toch? Heel erg lekker liedje. Gaan we natuurlijk gewoon draaien. Weet je, ik heb een baan van slappen. Het is gewoon even jouw radioprogramma. Oh, je kent hem al. Tuurlijk. Oké, okay, wat goed. Ja, waarom de computer die doet, weet ik niet. Dat gaan we even uitzoeken. Ah, kijk, ja. Wat zeg je? Houden we hem ook gewoon hier. Maar oh, kijk. Ook hier. Maar nou, hoe ken je hem dan precies? We hebben samen op de Rock Academie gestudeerd. Mm. Ja, en ik dacht, als ik nou toch eventjes... Mijn vrienden kan supporten, dan gaan we dat meteen doen, hè? We hebben al een paar keer op de radio gedraaid. En dit is de zoveelste keer. Hoppa! Joe Buck and The Way You Take Time. In op weg naar de finale. Growing older, I wish that would take a little bit longer. A little bit longer. I wanna show you how thankful I am for getting to know you. For the little things you do for me, it's in the way you take time. Come rain or come shine, in the light of the day, break in the dark of the night. You don't have to tell me, you don't have to call. Just know that my door is always open for you. Don't you worry. Life is too short to be in a hurry.